Ja, goeiedag allemaal. Wij gaan vandaag met Wim over de Tweede Wereldoorlog praten. Ja, ik moet dat even vaststellen. Mijn recht is even bezig. Ik heb de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar ik heb wel gewerkt in een gebouw waar veel te zien is over die tijd. Okay. Omdat soldaten dat hebben opgeschreven of opgetekend. Ja. En dat wil ik je graag laten zien. Maar wie ben jij? Ik ben Nijirwan. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier al 7 jaar in Nederland. Spreek je goed Nederlands? Compliment. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Stel ik voor dat we gewoon gaan kijken. Donker geworden. Ja, het zal wel donker zijn nu, hè? De tekens konden we alleen maar vinden bij de deur. Want die soldaten die tekenden hun dingen bij het licht. We gaan er nu naartoe. Ja, ja. Kijk, en als je nou hier ziet, daar heb je van alles op de muur. Ja? Ja, ja. En op de planken. En alles had te maken met de Engelse soldaten. Vliegtuigen, de Flying Fish MK1, die ze tekende. Een Engelse soldaat met een zwarte baret. Hier zo, rondomheen. Maar de soldaten die hier zaten, die zaten ook te fantaseren in de tijd van hoe kom ik terug naar Engeland. Okay. Ja, dus die tekende een bootje, want dan moesten ze over de zee. Ik vind het heel bijzonder dat ik een Syrische jonge man heb, waar ik het nu aan vertel, terwijl ik me zo goed realiseer dat iets wat 70, 80 jaar geleden gebeurd is, dat dat eigenlijk helemaal niet in jouw mind zit. Nee, helemaal dus, niet. Hè? Want ik denk dat er veel meer in jouw mind zit over wat er nu aan de hand is. Hoe kun je, net zoals ik nu met jou, jij bent een Syriër, ik heb je voor het eerst gezien. Ja. Hè? En de klik is er gewoon prachtig, op een vriendschappelijke manier. Ja, ja, ik ervaar eigenlijk precies hetzelfde. En ja, ik vind het wat prachtig wat je mij aan het vertellen bent. Ik had allemaal geen idee over de Tweede Wereldoorlog, dus moet ik eerlijk zijn. Zeg maar. Ik heb wat over gelezen, maar niet zoveel. En die tekening dat vind ik echt bijzonder. Dat ze nog steeds staan, zeg maar. Zoals hier bijvoorbeeld Mickey Mouse, dan zie jij gewoon wat voor leven hadden ze en wat voor hoop en wat willen ze gewoon bereiken van hun leven. Maar ja, door de oorlog kunnen ze gewoon niks bereiken. Je hebt Syrië verlaten. Je bent nu 5 jaar of 6 jaar hier, zei je. Ja. Was de situatie daar zodanig dat je met jullie gezin of dat jij, dat je moest vertrekken? Ik heb niet veel met de oorlog meegemaakt. Maar voor de oorlog heb ik ook een paar situaties meegemaakt omdat ik zeg maar in mijn land ook niet welkom was. Ik zag alleen maar mensen bang zijn voor de overheid en kunnen gewoon niks praten, niks doen. En ze zeggen wat je moet doen. Dus je bent gewoon geprogrammeerd om iets te doen. Zonder dat jij wel. Ik vond eigenlijk sinds 14e dat ik, als ik maar vrijheid wil of als ik een goede leven wil hebben, dan kan ik hem niet in Syrië vinden. Okay. Bijvoorbeeld. Hè. Ja. En ja, ik ben vertrokken en toen begon de oorlog. Dus ik heb niet veel meegemaakt, maar mijn familie wel. Ja. En ik had elke dag contact met hun, dus mijn familie hebben echt bijna 3 jaar in de oorlog gezeten. Waar denk je te staan over 10 jaar? Wat wil je, waar wil je dan zijn? Ja, kijk, ik ben nou een procesoperator, zeg maar. En over 10 jaar, als ik bij nadenk, dan ben ik gewoon teamleider geworden. Dus, Ergens in Europa? Gewoon zelf dat bedrijf of ander bedrijf, maar ergens in Europa, ik verlaat niet, want ik heb ook nou nationaliteit, zeg maar, dus, eigenlijk ervaar ik nu dat je een goede baan hebt, dat je toekomst ziet in je baan, dat je in West-Europa wil blijven, dat je misschien een gezin wilt stichten. Ik ben getrouwd, dus. Je bent al getrouwd, oké. Ja, nou,
compliment voor je, moet ja, ik zeggen. Ja, gewoon voor de manier waarop. Ja, toen ik hier kwam, ik kon niet blijven maar denken over vroeger, zeg maar. Ja, ik had een idee dat ik moet gewoon aan mijn toekomst kijken. Nou, ik zie mijn leven gewoon echt goed gaat. Dus, en ja, binnen ik blijf gewoon aan mijn land denken, waar zeg maar gewoon elke dag door de oorlog meer kapot ging. En die kinderen zeg maar blijven gewoon zonder toekomst en die heeft heel veel invloed op mij. Dus. Okay. Mijn levenservaring zegt dat ondanks alle ruzies, oorlogen, er toch overal wel weer vredesinitiatieven zijn om goed met elkaar om te gaan. Ja. Ja. En daar hoop ik ook voor Syrië en daar vertrouw ik op dat er ook weer een keer komt. Dat hoop ik echt. Bedankt voor jou. Ja. En je hebt best veel verteld eigenlijk. Dat vind ik prachtig. Okay. Ja. We waren daarboven met het verhaal van 45 en nu zijn we 2018. Er is heel veel verschil na 70 jaar. Ik hoop dat in Syrië ook dat verschil komt. Okay. En die oorlog stopt. En dat het stopt. Ja, nou dan hoop ik van harte met je mee. Ja, dankjewel. Ja.